ik sta hier voor de bolopleiding. Bolopleiding interieurbouw en meubel maken. En tevens de opleiding machinaal houtbewerken, werkplaats timmeren. We volgen de bolopleiding hier op het RC in Tilburg. Waar jongens opgeleid worden naar het VMBO voor niveau 2. En de bolopleiding wil zeggen dat die jongens 3 dagen in de week op school zitten. 2 dagen in de week een praktijkopleiding volgen in het meubel maken interieurbouwwereld. Die cursus duurt 2 jaar. En na 2 jaar komen ze met een niveau 2 van deze school af. En kunnen ze verder studeren richting 3 of niveau 4 opleiding. Dat is ongeveer wat het bol inhoudt. En dan hoorde ik net van u dat u zegt, dan heb ik ook plaatsje voor die mensen. Of ja, maar dat is weer, we hebben een bolopleiding en we hebben een BBL-opleiding. En BBL-opleiding is een niveau, ook hetzelfde eindtermen als niveau 2 van de bol. Alleen die jongens werken 4 dagen in de week en 1 dag in de week komen die terug hier naar school. Die werken meer en de andere is meer stage lopen, snuffelen aan het bedrijf. Okay. Dat is het verschil tussen die 2 opleidingen. Bedankt. Ja, oké, dankjewel. Nou, ik ben hier op de ROC-school, maar ik heb geen idee waar ik ben. Ja, goedemiddag, mijn naam is Joost Mutsaars, afdeling procestechniek. En bij deze afdeling worden de jongens opgeleid voor procesopreten. Procesopreten betekent dan totaal deel bij de productiebedrijven. Dan moet je denken aan de Coca-Cola, de Fuji, de IFF Tilburg. Procesopreders worden daar opgeleid om daar dus de installaties te bedienen, onderhoud te plegen en dat soort zaken komen ze dan tegen. Deze installatie die is gebouwd door de afdeling Megatronica. Daar hebben zij de besturingstechniek hebben ze daar aangesloten. Een geweldig project. En onze jongens die gaan hier straks kijken wat voor onderhoud ze moeten plegen. Ze moeten kijken wat voor installatie is het. Wat komt er maar bij kijken. Een ingewikkeld proces uiteindelijk. En daar moeten ze uiteindelijk veel van af weten. Brede kennis hebben van de techniek. Dus qua bediening. En een stukje onderhoud natuurlijk. En is er veel vraag naar dit vakgebied? Als je kijkt binnen de procesindustrie, dus kijk binnen Nederland. Wij leiden onze grote groep, die zijn uiteindelijk de volwassenen, de BBL'ers zeg maar. Ik denk dat wij al gauw 500 BBL'ers opleiden. De bolstudenten, de jongeren, die vinden het een beetje moeilijk om een beeld te krijgen van de procestechniek. Dus wij zijn dus druk bezig om hier een proeffabriek te bouwen. Dat ze dus een beetje een beeld hebben van de procesindustrie. Oké, maar dit is dan een vak van de toekomst? Dit is uiteindelijk, er is gewoon heel veel werk in. Dus je kunt wel zeggen van ik vind het leuk om vliegtuigonderhoudtechnicus te worden. Maar uiteindelijk voor de procestechniek is er enorm veel werk. Heel veel kansen, ook op de lange termijn. Oké, bedankt. Oké, graag gedaan. Klein knikje. 1, 2, 3. Ik heb er dan 5 minuten. Oh, er zit een beeld in hier ook. Oh, nee. Ja, je moet wel benauwen. Yo, zit. Zo, ik sta hier bij een F-16. Bij wie? Bij wie? Bij Kirsten Kerk, docent Engels bij de afdeling luchtvaart. En waarom geef je Engels? Waarom is het zo specifiek? Omdat Engels binnen de luchtvaart is een van de, is de voertaal. Het wordt gebruikt eigenlijk in de praktijk. Alles in de luchtvaart wordt in het Engels gedaan. Alle boeken zijn in het Engels. Dus het is hier een hele belangrijke taal om de leerlingen te leren. Goede technici te worden. Dus het thema in Engels houdt dus in dat je alle technische apparatuur dus benadert en omschrijft. Dus in de vertaling Engels dan, speciaal voor dit vakgebied. Absoluut.
Ja, wij doen niks anders dan luchtvaarttechnisch Engels. Ja, ik had iedereen verwacht behalve een vrouw bij een F-16. Ja, nou, ik vind het ook wel interessant. Ik ben opgeleid gewoon voor algemeen Engels, de leraaropleiding. Maar vliegtuigen vind ik toch wel heel erg interessant. Ja. In ieder geval bedankt. Graag gedaan. Ja. Nou, ik sta hier bij een uitlaat van een straalmotor en daar staat een leuke juffrouw bij. Studeer jij luchtvaart? Ja. Hoe kom je daar dan bij? Ik was bij luchtmachtdagen van Volkel en ik vond het heel erg interessant en hoe het allemaal werkte, dus ik ben het ook gewoon gaan doen. En techniek, dat zit bij ons in de familie, want mijn vader heeft een eigen garagebedrijf. Dus vanaf mijn 14e sleutelde ik al eigenlijk al aan auto's. Dus je wilt straks de lucht in? Of bij de luchtmacht gaan werken of zo? In ieder geval succes mee dan. Ja, dankjewel. Zo, ik sta hier in het ROC bij de opleiding... Vliegtuigtechniek. De leukste opleiding die er is op dit ROC. Dat is enthousiast, hè? Ja, zeker en vast. Ik ben Walter Meerling, ik ben docent vliegtuigtechniek op dit mooie ROC. En ik ben ook de afdelingsvoorlichter. Dus ik zou u van alles kunnen vertellen over deze opleiding. Ja, maar nou wil ik student worden. Nou, dat is hartstikke fijn. En is het dan mogelijk, wat toekomst heb ik dan? Nou, zeker. U kunt als hier afstudeert vliegtuigmonteur of technicus worden in het vliegtuigonderhoud in de civiele luchtvaart of in de militaire luchtvaart. En als ik dat vak kies, heb ik dan mogelijkheden? Zeker en vast. Je kunt natuurlijk ook na het mbo doorstuderen in het hbo. Ook daar zijn in de vliegtuigonderhoud hele leuke dingen te doen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen om te gaan werken als vliegtuigonderhoudsmonteur of technicus. Maar doe je het ook al vanaf antieke vliegtuigen? Dat zou ook kunnen. Maar hier op school hebben we dus alleen een hele moderne F-16. En bijvoorbeeld motoren waar ik nu voor sta, een CFM-motor van een Boeing 737. Waar je als student al aan mag werken. En wat voor opleiding moet ik dan hebben om dit vak te gaan doen? Je kunt hier terecht met een VMBO-opleiding of met een overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4. En dan ben ik klaar en dan heb ik een diploma. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Weet je wat het mooie is? En dat mag ik misschien wel vertellen. Het mooie van deze opleiding is dat je niet alleen een Nederlands diploma kunt halen, maar je kunt ook een Europees erkend diploma halen, waarmee je dus in het heel Europa als vliegtuigonderhoudsmonteur of vliegtuigonderhoudstechnicus aan het werk kan. En dat wordt geaccepteerd? En dat wordt geaccepteerd. Dus? Ik kom hier, haal een opleiding en ga Europa in. U gaat Europa in, zeker en vast. Bedankt dat het vanuit Tilburg kan. Hartstikke mooi. Kom je op televisie vandaag? Oh, leuk. Ja, ik sta hier in het ROC met een totaal nieuwe opleiding, begrijp ik. Dat klopt. Kun je er iets over vertellen? Ik ben Paul van Gessel, opleidingontwerper verbonden aan de School voor Proces- en Milieutechniek. En wij gaan komend jaar starten met een cross-sectorale niveau 4 maintenance opleiding. Een totale nieuwe opleiding? Ja, in Zuidwest-Nederland is er een groot project, een maintenance project, World Class Maintenance genaamd. En de bedrijven hebben onderzocht dat er een nieuwe opleiding nodig is voor de techniek. In de en wat voor vooropleiding moet ik daarvoor hebben? Als je niveau 4 mbo wil doen, dan zul je VMBO theoretisch leren. HAVO-opleidingen kun je als vooropleiding nodig hebben om hier binnen te kunnen stromen. En de tijdsduur van die opleiding? Is 4 jaar. Zo, dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk, maar na die 4 jaar zou je in die 5 branches werkzaam kunnen zijn en eventueel door kunnen stromen naar het hbo. En dit heeft ook toekomst? Dat heeft absoluut toekomst. Er is een onderzoek geweest in het land waarbij het dus duidelijk noodzaak is voor technisch maintenance personeel. Kun jij mij in het heel kort vertellen welke vakken je daarin gaat doen? Nou, maintenance is, heb je exacte vakken voor nodig. Wiskunde, natuurkunde heb je daarvoor nodig. Affiniteit met techniek. Je zult moeten kunnen plannen, kunnen organiseren, kunnen aansturen. Dus je zult eigenlijk in een netwerk goed moeten organiseren. Om te zorgen dat je maintenance, industrieel maintenance kunt plannen. Dus als ik mijn lesjaar achter de rug ga doen, dan heb ik een goede toekomst. Je hebt absoluut een goede toekomst, verzekerd. Dank u wel. Geen dank.